Bonjour. Bonjour. Hallo. Ik ben Modder David. Hallo. Hallo, Modder Lucas. Hallo, Modder David en Modder Lucas. Hier zijn wij. Hier zijn wij. Hallo, hallo. Zijn jullie nog vies? Nee, we zijn geen Modder David en Modder Lucas meer. We zijn Modder Lucas. Ah, mooi. Bonjour. Het is inmiddels november en de herfst heeft ook Sarla bereikt. Het is geen lekker weer meer. Maar we kunnen wel weer met modder spelen, hè jongens? Dat is ook leuk. Nee! Maar goed, we zijn... Momentje. Dus, wat ik wou zeggen, we zijn bezig verder in de woonkamer. We hebben een vloertje gemaakt en we zijn bezig om de kast te renoveren. Dus daar kunnen jullie even naar gaan kijken. Veel plezier! Vandaag gaan we de tegelvloer maken. Kijk maar. Hoe gaat het, Team Rood? Hij reageert niet. Ik denk dat hij me al zat is met mijn gedoe, met mijn gefilmd de hele tijd. Maar goed, hier komen dan tegels. Blijkbaar is tegelen een heel wiskundig proces met de stelling van Pythagoras en zo. Integreren, differentiëren. Deze maat gaat het nou om, Sjoerd? Ja, dat is 181. 181, oké. Klopt dat, mensen? Oh, nee, hij ligt niet meer goed. Nee? Ja, nee, ja. Nog een keer. Even kijken hoor. Het is 181,2. Oeh. Dat gaan we dit daar ook doen. Oké. Hier zo? Ja. Jij neemt hem door neer. Ja, hij ligt hier al. Hier is 181,2 ergens. Zo, top. Volgende keer kan ik het helemaal zelf hoor. Het gaat goed, achter, een beetje. Gaat het goed? Laat eens zien wat je doet. Lekker bezig. Er is 's nachts een muis in ons huis en ik ga hem proberen te vangen met dit. Het is wel een gedoetje, geloof ik. Kaas. Aan het pinnetje. En dan... Hij zit verkeerd om. Kijk, als hij dan aan het kaarsje trekt, dan gaat hij zo. Oh ja, en hij at onze avocado's op, dus deze is met avocado. En ik heb ook nog comté. Misschien vindt hij dat lekkere kaas. Ik weet nooit, hè? Die Franse muizen zijn denk ik wel kieskeurig met al die lekkere kaasjes hier. Comté. Ementaler, avocado. Welke gaat winnen, denken jullie?
Hey, hallo. Ik ben mijn kast aan het restaureren, die straks weer in de keuken komt. Maak daar zo, daar, een paar nieuwe plankjes erin, want die waren doorgezakt. En hier zat een lullig schuifsysteem voor een soort van hele grote la, maar dat vinden we ook niet zo fijn, dus daar komen ook een paar plankjes. En die rode tegeltjes die wilden we eraf halen, maar dat gaat best wel moeilijk. Dus we hebben nu besloten om er gewoon nieuwe tegels overheen te plakken. En dan gaan we hem een mooi zandkleurtje geven, denk ik. Nieuwe greepjes erop. En dan wordt het weer een heel mooi kastje. Er zit wat houtworm in de kast, dus we halen even die paneeltjes eruit die er nu in zitten. Ga doen! Doe maar! Heb jij nog ook een boterhamje wil maken, ja? Nee, op mijn wel. En dan hoop ik dat er houtwormen dood zijn. Goed zo, David. Ga het nu doen, ga het doen! Oké, daar gaat hij. Ik heb de hele middag geschuurd. Nu heb ik er geen zin meer in. Maar het is nog niet helemaal klaar. Maar het begint er wel op te lijken hoor. Kijk maar. Hallo internetvrienden. Ik moet jullie iets bekennen. Ik voel me nog steeds een beetje een toerist hier in Celle. En dat komt met name hierdoor. Maar er gaat vandaag verandering in komen. S-GB. En wat wordt het? Wat gaan we doen? Een nieuwe kenteken. Ja. Kijk, hier staat NL. En dat wordt dan F van Frankrijk. Nu moeten we wachten. Of niet? Nee, vinden jullie het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt leuk hier. Je komt je tanden kopen. Hij krijgt hem er alleen niet af. Ja, ja, mensen. We zijn Frans. C-F-E-H-7-6-4-G-Q. Ja. We zijn echt blij met dit. Kijk dan. Mooi hè? Even een muizenval update. Vandaag hebben we niks gevangen. Maar de theorie is nu dat ze er niet bij konden. Want we hadden het gewoon op tafel gezet. Want daar aten ze eerder hier uit de fruitschaal. Daar lagen avocado's in. Dat vonden ze dan blijkbaar lekker. Maar Hanna had alles weggehaald. Alle spullen. Dus dan kunnen ze natuurlijk niet bij. Maar nu liggen er weer spullen. En ik heb er ook eentje op de grond gedaan. Dus dan eens even kijken waar de muizen komen. Ik vind jouw meervoud niet zo prettig. Wat? Het is één muis. Het is één muis, denkt Hanna. Meerdere. Ik denk dat het er heel veel zijn. Nee. Drie muizen morgen en overmorgen weer. Enzovoort. Ja, precies. Of ze zijn te groot. Het zijn eigenlijk ratten en ze passen niet in het valletje. Nee, het zijn sowieso niet ratten. Dat kan ook. Nee.
Nou, we gaan het morgen zien. Kijk Anna, dit is mijn idee. Ze kunnen dus ook. Let op. Nee, kijk. Ik zet dit hier. En dan leg ik dit hier. En dan leggen we hier een stukje kaas. En dan gaan ze zo. En dan zitten ze daarin. En dan? Ga je ze ja, gevangen. Oké, we doen het. Nou, eens kijken of we wat gevangen hebben. Nee. 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 Hey! Ja, ja. Het was dus toch een rat, mensen. Ja, nou, tot de volgende keer. Doei! Bonjour!